Al in zijn eerste jaar als prof mag Erik Breukink naar zijn geliefde Giro. In het voorjaar van 1986 is hij amper 23, maar ploegleider Peter Post gelooft heilig in Breukink. Ja, het fanatisme van de supporters, de sfeer van het land, dat spreekt iedere renner aan. Ik denk dat bijna iedere renner graag in Italië is. De Giro d'Italia, de ronde van Italië, is de leukste en de mooiste ronde dat er is. Ja. Je hebt de tifosi mee, de Italiaan. Je werd bijna teruggeslingerd in naar de jaren 50. Zo intiem was het en zo trots als ze waren op die ronde. Heel erg Italiaans. Een jaar later, in 1987, laat Breukink zich meteen gelden. Hij wint de allereerste etappe en pakt het roze. Als je daar in het roze rijdt, dan ben je in één keer met half god voor hem. Hij heeft natuurlijk voor zo'n jonge renner een hele goede prestatie neergezet. Het is toch bewezen dat het een belofvolle ronderenner is. En ik denk toch, als we hier zuinig op zijn, dat we in de toekomst veel plezier van hem mogen beleven. Het is pas zijn tweede ronde van Italië, maar Breukink eindigt dat jaar al op het podium. Hij wordt derde. Erik was altijd behoorlijk in orde in de ronde van Italië. Dat was toch wel een beetje zijn wedstrijd. De Giro was op hem toegesneden. Hij was jong. Het was een hele populaire jongen in Italië. Mooie jongen, hè? Bello ragazzo, zei de Italiaan. Dus, hij zag er goed uit. En hij zat schitterend op de fiets. Het was een tijdrijder, daar houden de Italianen ook van. In 88 kwam ik weer terug. En toen was echt wel de druk erop van, dan gaan we nu die derde plek proberen te verbeteren. En we gaan kijken hoe ver kunnen we hier komen. Op zich ging die ronde ook eigenlijk weer heel goed. Goed gestart, goed altijd voorin bij de beste mannen. Tot die befaamde rit natuurlijk kwam. Over de Gavia in dat jaar, in 88, besliste heel die Giro. Senza questo giorno sicuramente avrei lottato bene il Giro. Stavo bene moralmente e fisicamente. E io ero maglia rosa, non avevo paura degli avversari in quel momento. We wisten dat er één grote kol in zat, de Gavia. En met slecht weer weet je ook wel dat het boven wel kan spoken. Maar niemand had ons verteld hoe het terecht was. Dus als je eenmaal aan het koersen bent, dan onderga je alles. En dan zie je wel wat er boven is. We gingen daar die kol op. En het weer werd slechter en slechter. En de regen ging over in sneeuw. De sneeuw ging over in erg felle sneeuw. Durante la gara tutto si doveva fermare a Ponte di Legno. Poi quando siamo arrivati a Ponte di Legno che si stava per prendere i gravia, non c'era più la direzione corsa e allora noi siamo andati sul gavia. Naarmate die klim vorderde, zag je natuurlijk van modderstromen naar beneden. Op 5 kilometer begint te sneeuwen, blijft de sneeuw liggen. Dus langzaam beland je in een of andere horrorfilm. La difficoltà è iniziata dopo 3 o 4 km di salita, quando poi è finito l'asfalto e iniziato lo sterrato, lì è incominciato a nevicare. Siamo rimasti in 4, poi Van de Velde ha attaccato, se n'è andato via da solo, poi mi ha attaccato Amsti e Breukink e io sono rimasto indietro. Johan van de Velde rijdt alleen aan de leiding. Ik reed daar met Delgado en een van zijn knechten, een Colombiaanse jongen. En we waren ons al aan het afvragen wat wij eigenlijk aan het doen waren daar. En ineens zie ik ze daar de auto van hun verzorger instappen. Ik denk, Jezus Christus, wat krijgen we nou allemaal hier? En, toen ben ik in mijn eentje voortgeploeterd en ik was mijn eigen verzorger al voorbij. Dus ik kon niet meer instappen. En ik denk, ja, dan gaan we maar gewoon voort. En Bo was er slecht. En gevaarlijk, want ik kreeg zo'n zo'n afgrond, hè. Nou, dat was niet normaal. Het was ongeveer 2 meter breed, die weg, hè. Toen lag nog wat sneeuw en weet ik het wat. Ik denk, nou, ik ben een beetje verder doorgegaan, verder de berg op, was wat breder. Heb ik gestaan. Theeklaar gemaakt en zo. En dan kwam Erik, hè. En weg was hij weer, hè. Ja, de eerste 8 kilometer van die afdaling staan we nog zo bij van, ja, je zit in een niemandsland. Je ziet alleen maar wat sneeuw en voor je zie je ook niemand. Dus het is voorzichtig naar beneden rijden, zo hard je kan, maar zorgen dat je op de weg blijft. Ik dacht van, als ik hier over het randje schiet, dan vinden ze me van de zomer pas weer een keertje. En ik begon ook werkelijk af te vragen of dat er überhaupt nog een wedstrijd was.
Ik denk, het is allemaal afgelost en ik zit hier nog in mijn eentje, hier in de middle of nowhere te kijken. En, ik was, ik denk, een kilometer of twee in die afdaling en ik zie in die sneeuwjacht met mijn half dichtgeknepen ogen en ik zie daar een schim voor me. Die ging nog langzamer dan ik. Ik denk dat ik zelf nog maar 10-12 per uur reed. Hè. Bergaf, dus moet je nagaan. En dan reed er eentje voor me en die ging nog langzamer dan ik. En aanvankelijk dacht ik van, nou, dat is een wielerverist. Hè. Die moet lef hebben om met dit weer naar de koers te komen kijken. En ik nader en nader en ineens zie ik het een paars shirtje. En dan denk ik, verrek, dat is Johan van der Velde. En die was volgens mij als eerste over die top gegaan. Ik wist dat er nog eentje voor me was en... Ja, je kan ook niet wandelend naar beneden gaan. Dus je moest net op die limiet van wat wel en niet kon. Af en toe slipte je nog eens even wat weg in de bochten. Maar ik zeg al, 8 kilometer en toen was de weg weer vrij, was het regen. En kon je het weer een beetje laten gaan. Er kwam Hamstin weer in zicht, die voor me zat. Die zat nooit ver voor me. Maar die heb ik die eerste 10 kilometer in die afdaling niet gezien. In een levensgevaarlijke afdaling gaat hij achter Hamstin aan. Dit kunnen alleen de allergrootste renners. Dit is op instinct rijden en een grote dosis van techniek aanwenden om zo naar beneden te gaan. Risico's nemen, maar dat hoort bij topcoureurs. Dat konden mannen als Merckx in dit soort etappes. En Breukink blijkt dat nu in zijn jonge leven ook al te kunnen. Verleden jaar kwam die en toen zei men van, nou, we moeten maar eens zien. Maar vandaag bewees hij het dat hij het kon. Ik weet, als ik moet aankomen om te winnen, moet ik alleen aankomen. Dus voor mij was het wel het moment van erop en erover. Dat was wel cruciaal daar. Ik denk, we moeten hem gelijk achterlaten en dan maak ik de grootste kans om die rit te winnen. Ik sloeg een gat, maar hij kreeg het nooit meer dicht. En dan is het de echte grote Breukink. Hij is nog jong, maar hij heeft geweldig veel kracht. Hij kan doseren, rijdt slim, gebruikt zijn hersens. En de etappe-overwinning is voor Erik Breukink. Een hele, hele mooie overwinning die hij nog jaren met zich zal dragen. In deze etappe de beste blijken. Dan stel je wat voor in de internationale wielerwereld. De Amerikaan Andy Hamstin eindigt die dag als tweede. Hij neemt het roze over van Franco Chioccioli, die, bevangen door de kou, meer dan 5 minuten verliest. De Italiaan moet nog een paar jaar wachten voordat hij de Giro wint. Ik ben arrivato all'arrivo che praticamente non stavo in piedi, ho sofferto anche la sera, il giorno dopo. Non ho avuto più la forza di riattaccare o di riprendere il primato. Ze zijn er ook werkelijk onderkoeld geraakt. En ik denk dat 25% op mijn fiets beneden is gekomen en de finish heeft gehaald. Ja, er is verder niemand uit koers genomen, want dan zat je nog met een paar man in de ronde van Italië, dus dat durfde niemand aan. La nuova maglia rosa, eccolo qua. De Giro van 1988 wordt gewonnen door Andy Hamstin. Breukink eindigt als tweede. 87 derde en 88 tweede. Is geen slecht rijtje. Ik was nog steeds jong, 24 jaar, dus wat dat betreft zie je nog wel, zouden er nog wel kansen komen, dacht je.